Yo mensen, tof te kijken naar deze nieuwe video. Vandaag doen we een tutorial hoe ik zeg maar mijn zelf opneem of mijn screen met OBS en iSpring FreeCam 8. iSpring FreeCam 8. Nou, oké, okay, we gaan ook een tutorial doen hoe je je player naar je OBS of iSpring FreeCam naar PlayStation kan versturen, naar zenden, gewoon naar kan livestreamen met OBS te gebruiken. Wat ik dus niet kan gebruiken omdat ik op een laptop zit. Wat je doet als je OBS als eerste gedownload hebt, zie je dit. Je ziet OBS Studio, zie je de naam, maar je ziet scène. Wat je dus moet doen is bij. Zeg, je gaat als eerst naar instellingen. En je zoekt de goede instellingen uit, goede taal. Stream is je streamkey, kan je op YouTube vinden. Bij YouTube Studio. Doe dat nooit met je vrienden laten zien, want je streamkeycode is het belangrijkste, want anders kan iemand anders op je kanaal gaan streamen en je wil niet dat de een of andere gekke filmpjes of Robux scams of scams van dingen op je YouTube kanaal zelf komen. Dus altijd geheim houden. En ook nooit met je familie of alleen echt je familieleden die je echt heel goed vertrouwt. En zelf ook dingen van internet weten en niet zomaar gekke dingen gaan doen. Wat je dus doet, is je zet je dingen in. Dit is dus voor je microfoon bijvoorbeeld. En als je game aan hebt staan, kan je ook voor je game aanklikken. Maar ik kan nu voor één tegelijkertijd. Verander dit nooit. Dit moet je nooit veranderen. Tenzij je een hele goede computer hebt en je wil gewoon quick synchroniseren. Nou, RealScale Output, dat is gewoon voor je ding zelf. Je bitrate. Als je hele, ja, niet goede computer hebt, gewoon niet goede computer, zet je bitrate dan laag of naar het hoogste, wat je heel fijn vindt. En gebruik ook een custom bitrate size of een buffer size, waardoor je dus je bitrate en dingen zelf kan aanpassen, waardoor je stream dus ook smoother loopt. Of je recording. Nou, dan sluiten we op dit moment de instellingen af. We gaan dan op dit moment gaan we dan naar YouTube. Nou, niet naar YouTube, maar scène. Wat je wilt doen, je doet een nieuwe scène adden. Je kan display is voor de achterkant. En image, dus een foto, kan je hier doen als je weg bent of zo met je stream. Of game capture. Nou, game capture, dat weten vele andere meesten wel. Of game opnemen. Is dat je als je game op hebt gestart, je game op kan nemen. En je microfoon settings kan doen. Nou, Streamlabs werkt dus precies hetzelfde. Dat openen we nu heel even. Als je bij Streamlabs bent, streamen hele beroemde YouTubers en dingen op, zeggen ze. Streamlabs kan je het beste voor Twitch gebruiken. Volgens mij werkt dat ook samen met Twitch. En dat werkt het beste op met ook Fortnite stream en OBS echt voor andere dingen. Dus echt voor YouTube en dingen. Nou, dashboard kan niet, want ik ben uitgelogd speciaal voor de video en ik ga dit ook nooit meer gebruiken, want het is hetzelfde als OBS. En omdat ik geen twee beeldschermen en dingen heb, kan ik niet echt goed op dingen Streamlabs en OBS zelf streamen. Nou, wat je doet is dus hetzelfde: display capture, create ding. Nou, je kan het openbaar maken als je in stream bent of niet openbaar, je zet het op locked, zet dat niemand het kan zien. En dat soort dingen. Nou, als je dus met OBS wil streamen, dan ga je naar internet en zoek je een tutorial op. Voor dit geval gaan we even naar PlayStation Remote Play. PlayStation.com. Nou, dat kan je dat downloaden, of PlayStation.nl kan je dat downloaden. Nou, Windows is Microsoft. En Mac is Apple, voor de velen die dat nog niet weten. De meesten weten dat, tussen haakjes. Maar die weten dat niet al te goed te vinden. Nou, dit zijn dus, als je dit wil lezen, kan je dat op pauze zetten. Dan gaan we door. Als je OBS wil streamen naar je PlayStation, kan je ook doen met je laptop of een HDMI-kabel. Maar je kan ook een remote. Even kijken. PlayStation. Je kan ook PlayStation naar je
ding remoten. Ik kan echt niet typen vandaag. Nou, hier, dan heb je dus hier Sony PlayStation TV. Zwart is een zwart refurbished. Normaal is het echt vele malen duurder, maar hier, dat kan je dus kopen. Dus voor de Xbox en dus voor de PlayStation. En dan kan je je stream laten zien van OBS of je PC naar PlayStation streamen. Als je dat fijn vindt. Nou, dat kan je dus allemaal doen. Morgen schijnbaar, want het is onderhand, zoals je ziet, is het al heel laat. Want ik ben ook echt letterlijk een paar uur geleden pas gestart. En je moet dus ook allemaal dingen doen. En dit zijn dus van de makers, niet van de makers, maar zeg maar content creators die dit dus al hebben laten zien. Deze channel, Anthony Eder, Sim, FC Ball, Critic en Log. Log. Dus nou, je kan ook naar hun kanaal gaan en dan kan je ook die remote dingen checken. Nou, wat ik nu dus ga doen is morgen in de video gaat schijnbaar een Roblox of een Euro Truck video worden. Maar dat zie ik nog wel. Dit was een tutorial van hoe je OBS en Streamlabs ook aan de praat kan maken. Aan de praat kan weer gaan laten gaan. Je moet ook naar Nvidia en dan configuratie. Dan moet je naar je instellingen van Nvidia en je OBS of Streamlabs instellen op krachtige Nvidia processor. Als je het goed wil laten runnen. Voor recording heb ik vandaag iSpring FreeCam 8 gebruikt. Of zijn FreeCam 8. Heb ik vandaag gebruikt om goed mijn gameplay dingen op te nemen. Mijn stem en mijn geluid is misschien niet zo goed. Misschien ga ik ook overstappen naar een andere. Maar dat zie ik nog wel. Voor ieder geval vandaag of avond zeg ik in ieder geval later. Morgen, wat ik zei, kan misschien een Roblox video of nog een tutorial video komen. Hoe je andere dingen gebruikt. In ieder geval, deel deze video. Like het als je het leuk vindt. Zet er een comment bij wat voor games ik moet spelen. Of wat misschien beter kan. En ja, het beste wat je kan doen is hem ook delen op Twitter misschien. Als je wil. Maar dan zeg ik nevertheless. Ik zeg later. Abonneer, like. En ja, tot de volgende video. Yo.